Afgelopen week werden er terug grenscontroles ingevoerd aan de Nederlands-Belgische grens in Postel. Douaniers onderwierpen er alle wagens aan nooit eerder geziene controles. Dag meneer. Douane, inspectie. Meneer, heeft u gegeten? Nee. Top. Deze grondige controles op honger kwamen er als aftrap voor de week van de friet. Iedereen die de grens overstak, werd op frietjes van de frituur getrakteerd. Als je als Belg terug van vakantie, wat zou je dan eerst willen eten? Toch frietjes van het frietkot. Daarom staan we hier tijdens de week van de friet om iedereen te verrassen met een lekker frietje. Ja, fantastisch. Ik had dat niet verwacht. Dat is zeer lekker trouwens. Deze actie is een eerste van een hele reeks controles. De frietbrigade patrouilleert nog een week langs de grenzen van ons land. Dat is wel de moeite waard, hè? Ja, hè? Het is nog lekker ook, dus dat is goed, hè? Ja, ik vind het een fijn initiatief, meneer. Frietjes zijn altijd lekker. We zijn de Veuron België, mayonaise erbij en zo, en gratis. Lekker. Lekker. Vrijdagmiddag. Heerlijk, hè? Dat willen we elke week wel. Ja. Zin gekregen in frietjes? Ga dan tijdens de Week van de Friet eens langs bij de frituur.